In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Abonneer je op ons kanaal en laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Stijn. Hij was ketamineverslaafd. Alleen ketamine of combineren? Alleen. Club of woonkamer? Woonkamer. Lijntje of puntje? Puntje. Schilderen of een koprol maken? Schilderen of? Een koprol maken. Koprol maken dan. Liever wel of geen K-hole? Liever wel. Heb je wel eens in een K-hole gezeten? Ja, zeker. Heel vaak zelfs. Dat is uiteindelijk aan het einde van mijn verslaving hetgene wat ik opzocht. Ja? Echt de K-hole, dat was echt een van de... Dat was het ultieme ding. Dat was voor mij echt het ding wat ik graag deed. Ik kan in bed liggen, koptelefoon op, muziekje luisteren en helemaal er vandoor. En had je dan gewoon iedere dag een K-hole of zo? Ja, zeker. Ja? Ja, echt voor slapen gaan inderdaad, dan was dat echt waar ik naar zocht. Ik denk dat heel veel mensen ook misschien niet weten wat een K-hole is. Wat gebeurt er dan? Ja, je wordt er dissociatief van. Dus je verliest het gevoel van je lichaam. En je verliest het gevoel van tijd. En wie je bent, waar je bent, wat je doet. Ja, het koppelt je helemaal los van jou. Dat je gewoon de alledaagse dingen vergeet eigenlijk. Dat is het grootste. Dat is wat het bracht voor mij. Ik snap dat als je hiernaar zit te kijken en je hebt misschien nog nooit keten gedaan, dat je denkt van wat is dat dan? Waar je het beste mee kan vergelijken is denk ik alcohol, maar zonder... De misselijkheid en de draaierigheid. Dat is het voor mij heel erg. Het lijkt ja, dus de verdoofdheid. Dat. Het lijkt lelijk op de verdoofdheid van alcohol inderdaad. Als je een klein beetje neemt, dan geeft het een licht effect. Maar ja, het is best uitkijken. Want het verschil tussen een klein beetje en een teveel beetje, dat is heel klein. Dat is echt, die schiet gauw uit. Hoe ben je begonnen met ketamine? Ik was met wat vrienden bij de dealer die het ook verkocht. En dan zaten we bij hem thuis. En daar lag ketamine. Of ik ook wou. Nou, dat wou ik wel proberen. En wat dacht je toen je dat voor het eerst voelde? Toen ik het voor het eerst echt goed voelde, ketamine, dacht ik wel van, nou, dat is best wel leuk. Zeker op feestjes. Ik ging veel naar festivals. Hoe ging dat toen een beetje vanaf dat punt verder? Ja, als je elke week gaat, dan hoorde het daar ook drugs bij me voor mij. En dan wordt het een beetje normaal dat je het bij je hebt eigenlijk. Want ja, je houdt toch wat over aan het einde. En dan is het een keertje vrijdagavond en dan ben je niet op een feest. Dan denk je van, weet je, we hebben de hele week gewerkt. En ja, het is wel even lekker, want waarom ook niet? En dan ben je toch alweer aan het doen zonder dat je op een feest staat. En ik denk ook dat die eerste stap naar het niet op een feestje gebruiken interessant is. Ja, toch bij dat, een dat verslaving. Is een beetje wanneer het gebeurt. Dus toen begon het gewoon een beetje bij gebruiken, ook bij vrienden, wanneer je gewoon aan het chillen was. Ja. En hoe ging dat dan zo verder? Ja, dan ontdek je eigenlijk van, hey, als ik dit bij vrienden kan doen, dan kan ik het ook alleen doen. Ja, op zich, zeg maar, ik zou ook iedere werkdag een pilletje kunnen nemen. Dan weet ik ook dat mijn dag leuker is, maar ik doe het niet. Ja, er zit een verschil tussen keta en een pilletje. Een pilletje, dat kun je elke dag doen. Want op een gegeven moment dan zijn de stofjes in je brein gewoon op. En dan heeft het geen effect meer. Maar met ketamine maakt dat niet uit. Je kunt een gram ketamine nemen op een dag en de dag erna voel je eigenlijk niks meer. En dat is natuurlijk het hele gevaarlijke eraan, is dat het lijkt alsof het geen nadelen heeft. Maar dus, toen, in die tijd, wist je dan toch wel dat dat niet goed was? Of dat praatte je voor jezelf goed? Ja, dat praatte ik echt wel voor mezelf goed. Het is heel gek. Ik kan nou ook niet meer voorstellen hoe dat is. Je verzint het gewoon. Je verzint gewoon manieren, plekken waar je het kunt gebruiken, redenen waarom. Ja, ik zeg, ja, ik heb een zware week gehad op werk. Ik heb net dit overwonnen. Ik voelde me net even kut, maar nou voel ik me weer goed. Dus ik ga het gewoon doen. Ja wat dan ook. Ja. Hoeveel gebruikte je op je hoogtepunt? 3 gram. 3 gram per dag. Minimaal. Dat was echt wel het, minimaal het standaard. Dus ja, soms meer? Als er een feestje was, dan... op een gegeven moment had ik zo'n hoge tolerantie waar niemand bij kon. Dus ik had dan gewoon een iPad mee en daar legde ik een lijn op van echt 20 centimeter. En dan kon ik dat gewoon nemen en dan praat ik gewoon nog. En dan was ik gewoon nog. Jezus. Dat had gewoon... Dat is een supermens. Ja, hoe echt... kan je dat? Hoe kan je dat aan? Geen idee. Je bouwt dat de tolerantie op. Ja, op een gegeven moment dan raak je gewend aan zo'n middel. En dan verwacht je lichaam dat ook. Dat je dat op een gegeven moment... Dat hoort dan gewoon bij je systeem. Want eigenlijk... Tenminste, dat heb ik. Ik moet gewoon een klein puntje nemen. Ja. Want als ik al iets te veel neem, dan ga ik dus voorbij Mars. Klopt, ja.
Want, gewoon om het even in perspectief te zetten hoor. Hoe lang zou je zeg maar met een normaal klein puntje doen? Voor een gemiddeld persoon die niet elke dag ketamine doet, dan doe je met een gram, nou doe je echt zeker meerdere feesten. Ja, het is super sterk spul. Ja, en ik vind ook vaak dat, ik ken ook wel mensen die het wel vaker doen, maar ik vind gewoon één zo'n ketamoment vind ik vaak al zo pittig, ja, dat ik denk dit was even één keer leuk, ja, ja, en dan stappen we er weer even vanaf. Ja, precies. Dat is een beetje wat de meeste mensen doen. En wat denk je dat dan echt op een avond je meeste gebruik is geweest? Volgens mij iets van 5 of 6 gram. Dat was echt het meeste wat ik op één dag heb gebruikt. Dat is bijna niet mogelijk eigenlijk. Want aan het einde hebben we het echt dus over aantallen van 5 of 6 gram. Zeg, ja. Maar hoe betaalde je dat? Door veel te werken. Wacht, als we even een rekensommetje maken. Ja. Hoeveel kostte het jou? Dus... Nou, het kost ongeveer €30 per gram. Nou, als je heel veel haalt, dan wordt het wat goedkoper. Ik denk dat ik zeker 45 euro per dag kwijt was. Minimaal. Jeetje. Ja. Je denkt dus ongeveer dat je 1,5 jaar verslaafd was daaraan? Of? Ja, 1,5 jaar. In 2018 ben ik begonnen. En heb je een idee van wat dat voor bedrag zou moeten zijn, wat je dan daaruit kwijt bent geweest? Geen idee. Nou, zoiets. 30.000 euro, denk ik, als het niet meer is geweest. 30.000 euro. Dat is echt tering veel geld. Ja. Ik wil daar liever niet over nadenken. Appartementje in mijn neus. Ja, bizar toch, zulke bedragen. Ja, dat is niet voor te stellen. Dat je gewoon leeft voor zoiets. Ja. Schiet mij maar lek. En kwam je ook niet in de problemen daardoor, nee, dat zo duur was? Ik heb nooit in schulden gestaan of zo. Ik heb het altijd gewoon kunnen betalen. Ik betaalde ook gewoon op mijn eten, dus ja. Ja. Blijven werken. Op een gegeven moment wordt het een cirkel die zichzelf voedt. Zelfs toen jij nog zo aan het einde in heel veel gebruik zat, toen werkte je ook nog. Ja, ja zeker. Ik werkte bij een drukkerij en ik freelanced als lichttechnicus. Het meeste werkte ik gewoon bij de drukkerij, dat was gewoon 5 dagen in de week. En was je dan veel thuis aan het werk of op kantoor ook echt? Nee, heel veel echt bezig gewoon op de zaak. Mm. Samen met één iemand anders, maar die had niks door. Wat? Vind je dat ook niet crazy? Dat iemand ja. Dat... En denk je dat hij een soort van ignorant as fuck was? Of dat hij gewoon... Ja, nee, je gelooft het bijna niet. Toevallig was er op dat moment ook iemand anders, een collega die heel erg met alcohol bezig was. Maar dat was super duidelijk. We waren allemaal aan het wijzen naar hem, maar... ik was alleen maar van gelukkig gezien niemand dat ik hier eigenlijk ook... Denk je dus dat mensen het niet aan jou zagen dat je gebruikte? Ja, zeker aan het begin. Toen het nog niet zo extreem was, toen merkte je eigenlijk... Bijna niks. Ja, de mensen die me goed kenden, die waren wel af en toe, je kijkt een beetje wazig. Is er wat aan de hand? Nee, niks aan de hand hoor. Ik voel me gewoon een beetje moe. En toen je op een gegeven moment veel meer begon te gebruiken, hoe kwam dan de binnenkant overeen met de buitenkant? Aan het einde van de verslaving, toen ging ik er wel echt voor. Toen maakte het me niet meer uit wat je zag, laat maar zeggen. En toen was het wel, toen het helemaal bekend was, toen maakte het me niet zoveel meer uit. Hoe zag je er toen uit? Ja, gewoon een dode blik. Helemaal weg. Andere planeet, alsof er gewoon geen mens in zit. Het is echt bizar. Het is zo'n raar spul. Zeg maar, hoe laat begin je? En hoe gaat echt, het? Op het moment dat je wakker wordt. Echt gewoon het licht onder je kussen. En ik wist op een gegeven moment echt blind hoe ik het überhaupt kon nemen. Ik had het niet eens meer nodig om het te zien. Ik kon het gewoon op gevoel. Wow, en dan stond je gewoon vanaf, op. Ja, ja vanaf het begin. Het was mijn ontbijt, echt. Ja, En had je dan nog een soort van dat je dan 's ochtends iets minder neemt dan 's avonds? Of werd het door de dag heen wel. Meer? Nou ja, echt in de avond nam ik het meest. Ik ging natuurlijk niet op een keyhole aan de ontbijttafel. Dat heeft niet echt veel nut. En tijdens werk ook. Het was geen hoge dosering. Normaal niet. Het was best wel laag. Maar als je dat de hele dag moet onderhouden, dan is dat best wel veel bij elkaar. Want na de hoeveel tijd nam je dan weer een volgende punt? Om 12 uur ongeveer. Oh ja. Dus als het uitwerkt, gewoon een nieuwe. Ik ging vaak naar de wc, ja. En 's avonds gebruikte je dan dus zoveel om ook dan weer op zoek te gaan naar zo'n kegel. Ja, dat was eigenlijk wel een beetje standaard, dat ik dat in de avond deed. Hoe voelden dan die dagen voor jou? Ja, die waren gewoon somber. Het is gewoon een soort sleur. Elke dag herhaalde zich weer. En ja, het is niet leuk om verslaafd te zijn, om een middel nodig te hebben, om te werken. En dan vervolgens weer naar de dealer te gaan en al het geld waar je voor hebt gewerkt weer... Weer je neus in te stoppen, ja, dat is gewoon niet leuk. Je wenst ook dat het niet gebeurt met je.
Dus al die gedachten die had je wel de hele tijd? Of werden die ook vaak verdoofd? Of... Die werden verdoofd. Dat werd ook de reden waarom ik het op een gegeven moment deed. Er waren ook echt wel momenten dat ik het niet had. Dat ik het nog moest halen. Nou, dat was echt... Ja, hoe was dat? Panieken. En dan komt alles weer naar boven. Alles wat je hebt weggestopt, dat... Alles wat je naar beneden duwt, heeft ook weer een weg omhoog. Dus dat komt dan in één klap naar boven gesjeest. Dus ja. En wat waren dan je grootste gevoelens die op die momenten naar voren kwamen? Ja, alleen vooral. Je bent heel erg eenzaam in een verslaving. Omdat je heel erg met jezelf zit, heel erg in je hoofd. Ja, het is echt heel eenzaam om verslaafd te zijn. Dit is een vraag die we echt heel veel vanuit kijkers kregen. Kreeg je blaasproblemen? Uiteindelijk wel, ja. Maar is dat een ding dus? Ja, uiteindelijk krijg je wel problemen in je lichaam. Dat is het enige ook wat ik gemerkt heb voor de rest. Behalve dat je neus natuurlijk continu op een gegeven moment aan het bloeden is. Omdat je drugs in een open wond aan het duwen bent. Gebeurde ook bij jou? Ja, continu. Dan zegt bloedneus, dan stop je bloedneus. Nou, er is weer ruimte en dan gaat er weer bij. Dat is echt, weer normaal. En wat waren nog meer fysieke ongemakken die je wel ging ervaren? Nou, zeker aan het einde merkte ik dat ik gewoon vaker naar de wc moest gaan. Omdat je op een gegeven moment je blaas gaat irriteren. En op een gegeven moment voordat ik in de opname ging, dat was echt een paar weken, toen begon ik echt wel echt last te krijgen ook van mijn blaas, dat het echt zeer deed. Gelukkig bij mij is dat weggegaan uiteindelijk. Voor de rest niks aan overgehouden, dus dat is... doet wel zeer. Ik heb wel gehoord van mensen die er permanent echt wel schade van hebben. Die echt wel om de 10 minuten naar de wc moeten erdoor. Omdat ze echt wel een blaas hebben beschadigd. Dus wel echt iets om mee uit te kijken. Wat was de raarste plek waar je ooit een keertje ketamine hebt gebruikt? Ja, dat is toch wel echt bij de huisarts. Ja? Dat is echt, toen was ook wel het moment dat ik wist, dit gaat me te ver. Nou, ik kreeg dus meer last van mijn blaas. Ik begon er wel. Uiteindelijk gewoon zorgen over te maken. Ik denk, ik kan maar beter laten checken. En denk, ja. Dus ik naar de huisarts gegaan en alles eerlijk verteld. Gewoon, zo en zo. Ik gebruik anderhalf jaar ketamine en ik ga binnenkort in opname. En was je helemaal eerlijk? Ja, ik was gewoon echt helemaal ook eerlijk. Over ik kan hoeveel? Ook, natuurlijk wat dat betreft naar een arts of een dokter. Die hebben geheimhoudingsplicht. Dus dat is, ben je helemaal vrij voor om dat te doen. Mm-hmm. Maar gecontroleerd. Bloed geprikt, geen infectie, irritatie alleen maar. Dus uiteindelijk viel het gelukkig mee. Het goede nieuws moest gevierd worden. Dus ik ging daarna naar de wc en de half uur was voorbij. Ik moest weer, en toen dacht ik wel van, waar ben ik mee bezig? Aan de ene kant ben ik hier bij de huisarts, maak me helemaal zorgen over mijn lichaam. Aan de andere kant, dan 10 minuten later sta ik het weer. Doe je dat dan toch weer, ja? Echt, niet voor te stellen. Bizar. Wat was het moment dat je naar de afkickkliniek ging? Het begon eigenlijk met een bad trip die ik had gehad. Ik heb veel te veel middelen door elkaar gehaald en LSD als laatste. En dat was gewoon echt, ik ging helemaal door mijn plaat en daarom had ik echt wel hulp nodig daarmee. Dus je lag helemaal op de grond en je kwam er niet meer uit ofzo? Of wat? Wat is voor jou nog de definitie van te hard gaan op dat moment? Geen woorden. Ik lag gewoon in het ziekenhuis uiteindelijk. Daar kan ik nu gewoon weer normaal op terugkijken. Maar op dat moment denk je echt gewoon, ik ben dood. Het is klaar. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar hier blijf ik voor een eeuwigheid in hangen. En toen werd het wel duidelijk dat ik echt wel hulp nodig had. Want hoe voelde jij je over überhaupt de afkickkliniek? Ja, ik vond het best wel een stap. Want dat betekende ook dat ik naar mijn werk opeens moest zeggen, ik ben 8 weken er niet. En hoe ging dat daar? Vanaf het moment dat ik echt had besloten dat ik wou stoppen, is dat gewoon gelukt zonder heel veel problemen. Het scheelt het ook wel dat als ik ergens voor ga, dan doe ik het echt met de 100%. Het is echt, net als je verslaving. Net als verslaving, het is echt aan of uit. Je leeft daar 8 weken met allemaal mensen. En alleen al dat, je voelt je gewoon niet meer alleen. Want je zit met 20 mensen die hetzelfde probleem hebben. Iedereen is verslaafd aan iets. Hoe kijk je terug dan op de jij die gewoon zo met die keta bezig was? Bizar. Had ik maar iemand toen die mij... zou vertellen wat ik nu weet. Ja, want welk stukje ontbrak bij jou in die tijd? Ja, heel erg alleen voelen. Geen voorbeelden hebben van mensen die hetzelfde meemaken, of dezelfde gevoelens hebben. Of gewoon geen plek waar je het kwijt kan. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Abonneer je op ons kanaal, druk op het belletje en like ook deze video. Dat was hem. Thank you.
top. Hey, eet jij wel eens noedels? Ja, eens in zoveel tijd. Doe je dan dat hele zakje van kruiden erbij of een halve?